En nu de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname. Die geldt voor 24 uur vanaf vanavond 7:30. Het zal in de avond en nacht droog blijven met wat nevel of mist die zich lokaal ontwikkelt, vooral in bosrijke gebieden. Voor morgen wordt verwacht dat het droge weerbeeld zal overheersen, hoewel er nog steeds wat heiigheid zal zijn. Er kan af en toe wat wind zijn, met mogelijk enkele windstoten langs de kust. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat het morgen lokaal winderig kan zijn met enkele windstoten die voornamelijk in het kustgebied worden verwacht in de middag.